Er zijn gigantisch veel verschillende dingen die je kan verzamelen. Postzegels, Pokémonkaarten, aantal bedpartners. Nee, maar 4500 is niet... Dat is te nou, je hebt ook heel wat vrouwtjes gehad voordat je ging trouwen. Maar geen 4500, Gerard Joling. Bij mij begon het vroeger allemaal met het verzamelen van flippo's. Als je speelt en dan verlies je er eentje en dan wil je meteen terugwinnen. En op een gegeven moment heb je gewoon geen flippo's meer. En dan ga je weer nieuw kopen natuurlijk. Maar wat ik nou zo mooi vind aan verzamelingen is, je kan letterlijk alles verzamelen. Je kan gewoon een scheermesje pakken en zeggen, hé, vanaf nu verzamel ik dit. Ik verzamel scheermesjes. Er zijn 3 personen in Nederland die scheermesjes verzamelen, bij mijn weten. Gebruikt u ze wel eens? Nee, ik gebruik altijd een elektrisch scheerapparaat. Vandaag wil ik het met jullie hebben over mijn 3 verzamelingen, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie verzamelingen. Aankomende zaterdag komt een speciale verzamelingen livestream waar ik jullie verzamelingen bekijk. Ik heb een speciaal kanaal gemaakt in de Serpent Gameplay Discord waar jij jouw verzameling kan delen. Dat kan aan de hand van een paar foto's, maar eigenlijk zou ik het leuker vinden als je een klein filmpje maakt. Ga met je telefoon, laat een klein beetje zien wat je hebt, vertel er een klein beetje over, dan ga ik al die verzamelingen kijken op stream en daar komt dan later weer een kleine samengevatte video van. Leuk idee toch? Linkje naar de Discord in de beschrijving. Stuur even wat in als je toevallig wat leuks hebt. Een bijzondere tentoonstelling met 20.000 aanstekers, 6.000 puntenslijpers, 1.000 petjes, 800 flippo's en nog veel meer. Mijn eerste en toch ook wel leukste verzameling is dus werkkleding. Ik had daar een tijdje geleden een TikTok over gemaakt. Die is ondertussen meer dan 1 miljoen keer bekeken. En sindsdien zitten mijn hele DM's continu propvol met mensen die zeggen, hey, wil je nog een shirtje of een dingetje? In principe ja, maar er zijn wel 2 eisen. Ten eerste, het moet mijn maat zijn, dus vaak L of XL. Ik verzamel die dingen voornamelijk om het voor de grap gewoon normaal buiten de deur aan te doen, in streams, in video's. Gewoon een beetje mensen in de war te brengen, hè? Je werkt toch helemaal niet bij Thuisbezorgd, Albert Heijn en Domino's Pizza? Nee, dat klopt. Maar ik heb wel de werkkleding en dat is grappig, want daar kun je normaal niet aankomen. Hoe doet hij het toch? Nou, voornamelijk door gewoon een hele hoop mensen op het internet te vragen, zou je het willen opsturen? Dus ten eerste de maat. Ten tweede, ik hoef geen shirtjes. Ik vind heel veel werkshirtjes, dat is gewoon de kleur van het bedrijf met zo een logo erop ofzo. Ik draag ook eigenlijk bijna nooit shirtjes. Ik zoek exclusief jassen, polo's en overhemden. Ik ben misschien een veel eisende gozer, maar als je daadwerkelijk iets voor mijn collectie hebt, dit is mijn postbus, kun je het gewoon heen sturen. Of je kan me altijd eventjes een DM'tje sturen van, hey, heb je dit al? Zou je dit daadwerkelijk interessant vinden? Wordt super gewaardeerd. Ik reageer niet op alle DM's, maar ik lees wel echt alles, meestal wel binnen een dag. Dus ja, genoeg reclame voor mezelf en dan nu eventjes heel kort reclame voor iets anders. Waarschijnlijk voel je de bui al een klein beetje hangen. Ik kom je een klein beetje vertellen over Y-Food. Normaal gesproken laat ik dan een heleboel verschillende flesjes en smaken zien. Maar het ding is, bijna al mijn flesjes Y-Food zijn op. Dus ik haal ze nu ook heel vaak eventjes snel bij de supermarkt. Ik begin momenteel bijna iedere dag met sporten. En dan is een flesje Y-Food met meer dan 30 gram eiwit echt ideaal. Vooral als je zoals ik vaak in de ochtend niet echt honger hebt. Maar toch lijkt er soms nog een klein beetje verwarring te zijn. Ik krijg best wel vaak in DM's de vraag, in welke situatie gebruik jij nou precies Y-Food? En het ding is, dat zijn heel veel situaties. Soms ben ik een hele dag aan het livestreamen en heb ik simpelweg geen tijd en zin om te koken. Als je de hele dag lang in de auto zit, is het heel verleidelijk om eventjes gauw aan de kant van de weg iets toch wel vaak ongezonds te halen. Nee joh, ik bewaar altijd een paar flesjes Y-Food in de auto. Toen ik meerdere dagen op avontuur ging in de bergen, wilde ik toch nog een beetje van alle voedingsstoffen wat binnenkrijgen. Dan is zo'n flesje in je tas proppen lekker makkelijk. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik had laatst een kijker die had een kaakoperatie gehad, kon daardoor een tijdje niet eten. Dan is een drinkbare maaltijd natuurlijk ook super handig. Uiteindelijk blijft de regel gewoon 1 flesje, 1 maaltijd. Dus mocht je nou geïnteresseerd zijn en iets minder duur uit willen zijn dan in de supermarkt, ga dan eventjes naar de website en gebruik code RICKYouTube voor 10% korting. Terug naar de video. Ik ga nu eventjes in een redelijk korte tijd mijn hele collectie werkkleding laten zien. Misschien is het een goed idee om het een beetje op voorwerpen te doen. Beginnende met de categorie jassen. Daar heb ik er namelijk niet zoveel van. Deze thuisbezorgjas is denk ik toch al een van mijn favorietjes. Voornamelijk omdat hij is zo herkenbaar. Als je deze draagt op straat, denken mensen meteen, hey, waar is mijn pizza? Gek genoeg heb ik hem vrij weinig buiten gedragen. Vooral omdat het een best wel dun jasje is. Hij beschermt niet echt tegen de warmte. Ik geloof dat er ook een winterjasversie van is. Die zou ik best wel graag willen hebben. Want deze jas draag ik namelijk wel echt superveel. Het is een jas van de Deen. Een supermarkt die ondertussen niet meer bestaat. Het is een jas voor magazijnmedewerkers met een gigantisch fijne warme voering.
Dit is eigenlijk momenteel al 2 jaar lang mijn standaard winterjas als ik naar buiten ga. En ik krijg super grappige reacties van mensen op straat met... Hey, Deen! Dat was echt mijn favoriete supermarkt. Jammer dat ze niet meer bestaan. Ik krijg echt heel veel reacties ook van kassa-medewerkers. Zo van, hey, collega! Ik zeg, nou ja, ik heb nooit in een supermarkt gewerkt. Maar is goed, gezellig. Nu heb ik nog 1 andere jas. Namelijk een werknemersjas van Walibi. Wat me vooral heel leuk lijkt is om voor een video te kijken of ik binnen kan komen bij Walibi. Door gewoon simpelweg de jas aan te hebben. En gewoon ja, zo door de ingang naar binnen te lopen. Ik denk dat je best wel hoge kans van slagen hebt. Verborgen cameraatje erbij. Goede YouTube video. Er is alleen 1 klein probleem. En ook de reden dat ik hem nu niet aan heb. Hij is kwijt. Hij ligt ergens in mijn huis. Maar het is hier echt zo'n gigantische teringzooi. Omdat ik YouTube video's maken en livestreamen en een boek schrijven. Veel leuker vind dan opruimen. Dus hij ligt ergens in een straal van een paar meter bij me vandaan. Maar ik weet even niet waar. We gaan gauw door naar de andere kledingstukken. Het liefst verzamel en draag ik overhemd. Dus toch altijd een beetje netjes en toch speels. Mijn favoriete overhemd is deze van de IKEA. Ook weer een beetje de herkenbaarheid. Sowieso wel een mooi design. En ik heb hem niet van een kijker gekregen. Ik had ooit een samenwerking met IKEA voor hun gaminglijn. Van al deze spullen die je wilt is het wel de Lannis Pilaren bekerhouder. Dat heb ik gewoon heel brutaal op kantoor gevraagd. Hey, mag ik een overhemd van jullie hebben? Zeiden ze, ja, is goed als je maar geen gekke dingen doet terwijl je het aan hebt. Ik zei, nou, prima, deal. Ik heb toen ook nog deze erbij gekregen. Die draag ik toch een stuk minder graag. Ik zie er een beetje uit als een hele saaie christelijke buurman. Er is nog 1 ander kledingstuk wat ik van het bedrijf zelf heb gekregen. Nadat die TikTok best wel lekker ging, waren best wel wat media geïnteresseerd. Radio 3, Slam. Ik geloof nog Linda Meijden Magazine. Ik heb een paar interviews gedaan. En ze vroegen de hele tijd welk kledingstuk mis je nog? En ik gaf 2 antwoorden. Ik wil heel graag een volledige NS-conducteurs outfit. Die heb ik niet. En een polo van de Mediamarkt. En toen opeens verscheen deze video op TikTok. Polo van de Mediamarkt. Hey Rick, wat leuk dat je onze polo wilt. Ja, wij snappen het wel, want wij zijn een echt super fan van deze polo's. Super fan. Ze hier draagt hem zelfs iedere dag. Elke dag opnieuw. Maar jij mag deze gewoon hebben. Je mag hem gewoon hebben als je hem wil. Wil je hem hebben? Nee, ik zal deze gewoon lekker aanlaten. Maar hey, kom eens hier. We hebben best wel een goede, frisse, een hele schone, mooie nieuwe polo voor je. We gaan hem naar je opsturen. Laat je het even weten als je hem hebt ontvangen. En toen, niet veel later, verscheen deze polo in mijn postvakje. Samen met zelfs een paar Mediamarkt sokken. Echt heel lief van Mediamarkt dat ze me een klein beetje steunen in deze hele rare hobby. Nu heb ik best wel veel verschillende polo's. Dus we doen eventjes een kleine polo power ronde. Dit is een van mijn favorietjes van de Pathé. Hij is een beetje te klein, waardoor ik er, vind ik zelf, best wel breed in uitzie. Dat is toch wel een klein voordeel. Nu eventjes de andere polo's. Burger King, echt een heel fijn, simplistisch design. Echt een fijne polo. Intertoys in een heel fijn kleurtje lichtblauw. Deze is van Picnic in echt wel een iets te oranje-oranje. En deze is voor trainees. Dus deze mag je maar een bepaalde tijd dragen of zo. Deze lelijke paarse is van de Hanos. Dat is een soort groothandel zoals de Sligro. Ik ben er zelf nog nooit geweest. En ik snap in één keer waarom. PostNL, DHL. En ik had ook nog een polo van de Coolblue. Maar ook die ben ik eventjes tijdelijk kwijt. Dat waren denk ik al mijn polo's. Dan nu door naar de overhemden. Ik ben persoonlijk erg fan van deze van de Febo. Vooral omdat je de knoopjes zo in één keer open kan maken. Dit overhemd van de Mediamarkt wordt geloof ik al een paar jaar niet meer gebruikt. En ook niet echt door mij, want ik ben er echt wel gewoon te klein voor geworden. Dit overhemd van de Efteling is juist weer te groot. Maar daar begin ik juist langzaam een klein beetje in te groeien. En ook dit is echt wel een pronkstuk van mijn collectie. Omdat je hebt van die Efteling verzamelaars. Dat zijn echt mensen die super ver gaan voor ieder speldje. En iedere kruimel hout die afbrokkelt van de Joris en de Draak. En dit is echt een beetje de heilige graal voor die mensen. En de Efteling is juist super streng dat werknemers niet dit soort dingen verkopen. Dus hoe het dan toch bij mij terecht is gekomen, weet ik niet precies. Maar het is wel echt heel cool. Nu mis ik alleen maar dat mooie lichtblauwe giletje. Dan heb je echt een beetje de volledige werknemersoutfit. Kan ik zo mezelf uit de Joris en de Draak gooien. Dit is mijn enige damesoverhemd. Of heet het dan misschien een blouse? Het verschil is namelijk dat de knoopjes zitten aan de andere kant. Dat had te maken met geschiedenis. Dat vrouwen werden geloof ik aangekleed door hun dienstmeisjes of zo. En als je iemand anders aankleedt is het handig als de knoopjes aan de andere kant zitten. Iets in die richting. Echt superleuk. Safari Rickertman. Dit overhemd van de Albert Heijn had je natuurlijk net al gezien. Maar hij is dus ook teamleider. Nu kan ik gewoon een willekeurige Albert Heijn binnenlopen en willekeurige mensen ontslaan. Ik heb ook nog een overhemd van de Jumbo. Deze is echt al heel oud. Ik geloof dat ze ondertussen heel veel
streepjes dragen. Ziet er veel mooier uit, veel beter over hem. Maar deze heeft wel een soort van emotionele waarde. Dit was namelijk mijn allereerste stukje werkkleding. Ik denk dat die gewoon willekeurig van een kijker gehad had. Ik had er niet eens specifiek om gevraagd. En toen dacht ik opeens, oh, dit is leuk. Hier wil ik meer van. Dit is waar het allemaal begon. Het enige overhemd wat ik momenteel niet kan vinden is die van de McDonald's. En dat is denk ik ongeveer mijn hele verzameling werkkleding. Ik heb nog dit KFC petje, maar daar houdt het ook echt wel een klein beetje op. Mogen je nou daadwerkelijk mij een klein beetje willen helpen met mijn verzameling? Leef je uit, stuur even een berichtje. Alle hulp is welkom, al helemaal als je mij kan helpen aan die conducteursoutfit. Nu heb ik gezegd dat ik dus meer verzamelingen heb. Ik zei in totaal 3. Ik heb in totaal 4 verzamelingen. Als ik daadwerkelijk nog alle andere verzamelingen deze video wil laten zien, zijn we heel lang bezig. Ik kan je vast vertellen, een van de verzamelingen is overhemden met hele wilde printjes. Zoals deze Versace die ik tweedehands van Vinted heb geplukt voor 100 euro. Ik weet niet hoe oud dit ding is, maar ik kan het echt nergens online vinden, dit design. Dit zou zomaar gewoon jaren 80, 90 Versace kunnen zijn. Voor mij voor 100 euro echt wel een heel lekker prijsje. En het is vooral gewoon ook echt foei lelijk. Ik zat een beetje te twijfelen om de andere 2 verzamelingen geheim te houden voor een vervolgvideo. Maar aan de andere kant misschien dat mensen iets opsturen of zo. Dus ik ben hier eigenlijk gewoon een beetje aan bedelen voor meer shit. Verzamelen is eigenlijk een soort hoorde, maar dan met een excuus. Dat is het ongeveer, toch? Ik verzamel grappige mokken zoals deze en deze. Dit soort dingen koop ik voornamelijk op gamebeurzen en gewoon online voor een tientje of zo. Maar ik heb ook nog mokken zoals deze en deze. Hierop staat: draai een volle mok nooit om. Ja, dat is gewoon mijn humor of zo. Die haal ik dan voor 50 cent bij een kringloopwinkel. Nou, toevallig het idee om aankomende zondag een kringloop IRL te doen. Waar ik gewoon hier in de buurt alle kringlopen afga op zoek naar meer mokken. Ik overweeg misschien een mooie vitrinekast op de achtergrond te zetten. En dat ik daar zo mijn hele mokkenverzameling in kan doen. Dat mensen af en toe een gekke mok opsturen. Is ergens wel leuk of zo. Ik ga deze weer eventjes netjes in de kast zetten. En dan vertel ik je over de laatste verzameling die ik heb. Misschien had je net de afgelopen maanden al door. Maar ik verzamel bizar lelijke kersttrui. Ik heb een paar dagen geleden dus deze KLM werknemers kersttrui van een kijker gekocht voor 75 euro. Deze waren erg controversieel. Omdat mensen vonden het een stom cadeau of zo. Ik vind het een hartstikke leuke trui. Ik ben er hartstikke blij mee. Eigenlijk is mijn verzameling kersttruien erg vergelijkbaar met de werkkleding. Ik draag namelijk beide buiten op rare momenten om mensen een beetje in de war te brengen. Ik draag nu gewoon nog steeds kersttruien in januari. Ik draag ze ook gewoon in oktober. Maar allemaal vrij weinig uit. Net zoals ik gewoon over straat kan gaan in een thuisbezorgd jas. Gewoon scheid hebben en mensen een beetje in de war brengen. En misschien is het ook gewoon wat ik heel erg van aandacht hou. Want daarom maak ik immers YouTube-video's. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dankjewel voor het afkijken van de video. Dat helpt mijn algoritme goed. Krijg ik nog meer weergave, nog meer aandacht, nog meer troep opgestuurd. Kan ik nog meer video's van maken. Het is een cadeau dat blijft geven. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Weer iets compleet anders. Ik zit echt op een lekkere grind van compleet willekeurige content maken. Waarschijnlijk gaat de volgende video over of de slimste mens onderscheid maakt tussen hun kandidaten. Ik zie je over een paar dagen. Tot dan. Doei!